Hoi, leuk jullie weer te zien. En ik heb nou eens een keer een ander onderwerp over dingetjes die ik gebruik over mijn haar. Normaal doe ik dat nooit. Ik borstel het, ik droog het, klaar. En ik doe er wel eens niks mee. Maar mijn haar is iets korter als normaal, zoals jullie dat zien. Ik had toen ooit... Ik weet niet of ik het nog ergens kan zien. Ik weet niet meer welke. Had ik een veen gekocht. Want maar... Ik moest even pakken, sorry. Had ik een veen gekocht. Ik had een veen en die draaide. Die is kapot gegaan van Babyliss. Nou kan er bij ons... Zijn daar een aantal dozen van bol.com. Wat retour is gestuurd. Naar het goed is gegaan. Ja, als je er werkt, dan heb je de eerste keus. Dus ik had deze gekocht. Een Babyliss Pro. Het is gewoon een borstel. Maar deze is leuker. Het is niet alleen één opzetstuk. Er zit zelfs mijn haren in. Dat is niet de bedoeling, sorry. Ik haal ze er altijd meestal uit. Goed, ik hoop dat je nou niet meer ziet. En dan kan je hier aan draaien. Hier. En dan is die los. En dan kan je er... Of zo'n opzoekstuk erop doen. Het is dan zeg maar... Zo'n krulfeun. Knijper. Maar je kan er ook een mini borst op zetten. Dan zijn deze en die andere borstel, die heb ik ook de haren niet uitgehaald. Wat verloren van mij zeg. Gebeurt me nooit, want ik ben altijd zo zuinig op die dingen. Nou, dat ik er altijd heel lang mee doe. Deze erop doet, als ik heel snel wil zijn, doe ik lekker deze. En als ik lekker specifiek wil zijn, dan doe ik lekker deze. Maar nu had ik die andere gebruikt, dus dan kan ik deze hierin doen. Dus die en die zat erop. Die kan je er gewoon opzetten. Vastzetten. En klaar is Clara. Dus die. Nou, en dat doe ik. Deze erom blijft het beschermd. En dan even nog die stekker straks nog vastmaken. Helemaal top. Deze heb ik weer herontdekt. Die gebruik ik ook. Maar het liefst wil ik eigenlijk nog een slagje kleiner hebben. Maar ik weet niet of ze die hebben. Zo ja, laat het me even weten. Ik heb nog een paar andere dingen. Zoals zo'n kogelding. En nog andere. Dus die wil ik nog allemaal uitproberen. En deze gebruik ik ook wel heel vaak. En dan heb ik gefeund van met die kleine borstel. En dan draai ik het erin. Dan laat ik het even zitten. En dan laat ik het afkoelen. En dan heb ik allemaal kleine krulletjes en allemaal golfjes. En ja, die laatste zit daar. Dus het zit vlakbij. Dus sorry dat ik af en toe uit beeld ben. Deze had ik toen in Duitsland gekocht. Een jaar of een paar jaar geleden. Dat weet ik niet meer. Wanneer ik deze gekocht heb. Maar dan heb je die grotere en daarin zitten iets kleinere. Dus die zitten erin gevouwen, zeg maar. Even laten zien. Hou er even naar even kijken. Voilà. Dus die, daar ben ik ook blij mee. Ik heb ook nog een fun die ik wel eens gebruik, maar ik gebruik meestal deze. Die vind ik altijd wel lekker handig. En, ik geef die naschop maar helemaal dicht, zo. Wat ik dan heel soms doe, niet altijd, maar heel soms, dat is deze van Winnie de Pooh.
Dus de Body Hair Dry Oil van Catrice. Het is de Winnie de Pooh dingen toen. Maar die had ik toen in Duitsland gekocht. Dus je hebt maar echt heel weinig van nodig. Want zoveel is er eigenlijk niet uit. Als ik hem zo neerzet, dan is het heel weinig. Misschien één keer in de maand of zo nog een pak. Maar deze keer had ik het even iets te veel. Maar het maakt niet uit. Mijn haar is zo glad als boter. Dat kan ik je wel vertellen. Wat ik dan ook wel eens doe, dat is Sios Professional Provence Thicker Hair Mousse. Ik heb dun, fijn haar, maar veel haar. Dus ik krijg nooit volume erin. En dan met deze, kijk, nu heb ik het er niet in gedaan. Nu heb ik maar heel weinig volume. Dat is alleen volume van de föhn. En als ik dit erin doe, dan is het gelijk... Dus dit is eigenlijk wel heel erg perfect. En de krul die blijft er ook wat langer in zitten. Dus dan kan ik wel een aantal dagen zonder mijn haren te wassen. En als ik dan ga föhnen, dan heb ik de Got To Be Garden Angel Heat Protection Spray. Voor 230 graden. Deze is echt ideaal. Ik doe het dan, schud ik het heel goed. En dan spreek ik het op mijn hand. En dan doe ik het met mijn handen. En dan als haarlak heb ik van Balea Keratin Volume Haarspray. Dat is nummertje 4. Die is helemaal perfect. En ik gebruik ook wel eens... De trokken shampoo van Balea. Maar ik heb die ook van andere. Die vind ik veel fijner. Dat is deze, Cote Lab. Ideaal, even voor heel erg fresh. That's it. En ook voor een beetje volume. Sorry. En trekken. En dan voor het wassen doe ik meestal een beetje 100% keur. Oh, hier ken ik extra kokosnutolie. Deze. En die is ook van Yari. Doe ik dan voor het wassen en dan kan ik het even intrekken. Zo vaak doe ik het niet. 1 keer in de maand. Maar het ruikt zo lekker. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat je een beetje, dat zijn dingen die ik gebruik. Je moet dingen proberen die jou gebruikt. Dus blijf iedere keer wisselen. Want het kan ook wel zijn, als je het te lang gebruikt, dat je haar er dan weer anders op reageert. En als je dan weer iets nieuws hebt, die dan weer daar beter op reageert. Blijf gewoon zoeken totdat je echt de juiste combo hebt. Laat je dat in ieder geval zeggen. Dus ik zou in ieder geval... Mijn haar zit echt niet. Deze kant helemaal niet. Want die pluk hier zo. Dat... Nou. Zo. Klaar. Kom, want je zit veel te veel aan je haren. Net als de andere. Ja, jullie zien het goed. Ik heb mijn haar nog steeds niet gekleurd. Ik ga behoorlijk grijs worden. Dus ik ben benieuwd hoe ver ik grijs ga worden. Of het lang duurt, weet ik niet. Het irriteert me al af en toe even. En dan ben ik er klaar mee. Dus ik zou zeggen, kijk wat voor jou geldt. En dit is niet gesponsord voor het ene merk. Dit heb ik allemaal zelf gekocht. Met mijn eigen centen. Dat zeg ik er wel heel even bij. Ja, het is een kostenplaatje. En ja, je kan ook alternatieve en goedkopere dingen gebruiken. Dus kijk wat er in je portemonnee zit. En niet van een ander. Of... Naar je zakgeld. En ze zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. Bye bye.